Het begin van dit complex in de jaren 60 was een uitnodiging aan drie architecten, namelijk Bakema, Van Eyck en Van Gool, om samen na te denken over nieuwe concepten voor stadsuitbreiding. Ik geloof dat letterlijk werd gesproken over de verstarring in de woningbouw doorbreken. Er werd gezegd, u heeft een leeg wit vel, de hele Buikslotermeer. Aan de architecten werd gevraagd om te denken over zowel de hele stedenbouw als de architectuur. Dat liep uiteindelijk af op een competitie en Van Gool heeft gewonnen met zijn plan. Op de plattegrond zien we één basiselement dat op verschillende manieren herhaald wordt. Meanderende structuren in één hoogte die verschillende ruimtes omsluiten, waar niet echt een straat bestaat met aan twee kanten parallele wanden. Een hele losse opzet zou je kunnen zeggen. Er is dus veel vrije ruimte ingevuld met parkeerplaatsen of met groen waar je kunt zwerven. Je kunt nog allerlei linken leggen met de ideeën van Constant bijvoorbeeld over Nieuw Babylon, met een structuur die zich over het land uitstrekt en het land is voor de vrije mensen, in dit geval de kinderen. Van Gool heeft altijd wel een wat wonderlijke plek in de Nederlandse architectuur ingenomen. In Nederland praten we vaak over architectuur in termen als van functie en gebruik. Dat is ook allemaal belangrijk. Maar wat Van Gool echt onderscheidt ten opzichte van veel andere Nederlandse architecten, is dat hij een heel bijzonder gevoel voor vorm had van hoe je componeert. In de wederopbouw was het vaak zo. Een slaapkamer had een klein raam. Een woonkamer een groot raam. Een wc een heel klein raampje. Dus dat was allemaal heel functioneel ingedeeld. Maar klassieke gevels zijn neutraal, regelmatig van opzet en die werken als een soort scherm, als een façade, letterlijk, voor de openbare ruimte. En dat is een heel belangrijk idee in het plan van Gool, die stedelijke anonimiteit in de positieve zin van het woord. Het publieke leven is gediend bij enige distantie, dus dat er een soort filter is. En deze filter, een soort neutraliteit of anonimiteit, maar wel van niveau, dat zag Van Gool in dit project. Als we kijken naar de kolommetjes die voor de gevel staan en die doorlopen, al die pilasters zijn puur ornament. Die hebben dus geen dragende functie. Dat is voor die tijd heel bijzonder, dat komt bijna niet voor in de woningbouw. Natuurlijk is de kwaliteit van die gevel ook dat hij gelaagd is. Want we hebben dat scherm dat eigenlijk de begrenzing vormt met de openbare ruimte. Maar van binnenuit is het een compleet glazen gevel die dan weer heel mooi is opgedeeld. Het gaat ook heel ver, dat je dan niet kiest voor een plaatradiator, maar een open radiator. In het begin, toen ik hier kwam wonen, weet ik nog wel dat mensen zeiden, ga je daar wonen? Dat zijn toch kantoren met al die kolommetjes, daar ga je niet wonen. Met andere woorden, het was een heel bewuste keuze dat je hier ging wonen. De opgetilde straten spelen ook een belangrijke rol in dit plan. Tot, laten we zeggen, 1950 waren de straten vrij leeg. Die fungeerden vaak, zeker in arbeiderswijken, als ontmoetingsplekken. Maar in de jaren 50, 60 nam de welvaart toe en werden die straten gevuld met auto's. Dus die straat van vroeger was er eigenlijk helemaal niet meer en die komt terug als een utopie in projecten zoals deze. Maar gebruiken mensen die straten? Iedereen heeft eigen brievenbussen naast de voordeur, dus de postbode komt nog boven. Iedereen kan boven komen. Als het afgesloten wordt, dan mag de postbode niet meer boven komen, want dan is het een galerij. En een galerij hoef je niet te bedienen. Dat mag je dan centraal doen, bij de lift. Die bovenstraat heeft een eigen naam en is dus gelijk aan de straat beneden. Ja, daar kwam ik ook pas laatst achter hoe die naamgeving zit, dat die bovenste laag een andere naam heeft. Het is zo letterlijk dat je er overheen luistert. Het hoogt en het laagt. En pas na een hele tijd kom je erachter. Het komt allemaal uit de scheepvaart, bovenover, beneden langs. Het is geniaal in zijn simpelheid. Het is juridisch gezien ook nog eens openbaar, alhoewel de woningbouwvereniging heeft geprobeerd het aan de openbaarheid te onttrekken. De woningcorporaties, die willen dat het afgesloten wordt? Ja, omdat ze denken dat het dan, zo noemen ze dat, veiliger is. En die hebben dat als opdracht gegeven aan de architecten? Precies, dus de architecten hebben dat niet bedacht. Zo kunnen ze een flat beter verkopen. Dat is een heel ander verhaal, dat denken wij, maar dat mag niet gezegd worden.
Ze geven het sociale en dat het niet meer te beheersen is als motivatie voor die ingrepen. Ze zeggen dat de buitenwereld vijandig is, je moet je afsluiten. Ja, dat is het verhaal, ja. De kracht is natuurlijk altijd de zwakte, dat is de wet van Johan Cruijff. En dat is ook wat hier het dilemma wel uitmaakt. De kracht is de openheid, in de façade, in de toegankelijkheid, dat alles continu is. Bij de renovatieplannen was er op een gegeven moment het schandelijke voorstel om de luchtbruggen weg te halen op verzoek van de woningbouwverenigingen om gewoon van het hele complex allemaal losse blokjes te maken. Dan is het beter beheersbaar, want dan hebben we een normale flat. Alhoewel ze vergaten dat niet elk blok een aparte lift heeft, dat die luchtbruggen ook nog eens de verbinding maken met een naastliggend bouwblok. In principe kan je beneden op de straat ook altijd doorlopen, de straat gaat ergens naartoe. Die luchtbruggen hebben natuurlijk de functie die je net beschrijft, maar ze maken ook zo'n sterke indruk. Het wordt ook een soort van teken van verbondenheid. De fantasie van een straat die boven alles is, waar je niet meer naar beneden hoeft te gaan, een soort stad in de bomen. Ik denk dat de functionele kwaliteiten die ze hebben niet gaan zonder de esthetische, de visuele kwaliteiten. Ik denk dat de symbolische functie heel sterk is en dat als je de bruggen afbreekt, het ook een heel sterk symbool is. Ik vind het idee van verhoogde openbare ruimte een waanzinnig idee. Ik ben heel benieuwd hoe dat door de jaren heen is veranderd, het gebruik van die publieke ruimte. Het probleem is dat in 40 jaar tijd de bewoners qua identiteit volledig veranderd zijn. Toen wij hier kwamen was het gewoon, omdat het prijzig was om hier te wonen, echt een keuze. Het was natuurlijk, ja, het is elitair om te zeggen, maar een selectie, een mogelijkheid om veel contact te hebben met de buren. Wat er nu gebeurt is een maatschappelijke verandering. Er zijn veel meer mensen hier komen wonen met subsidie. Maar dat is dus een heel groot probleem, omdat er geen inbedding meer is. Vroeger was het zo, als mensen hier kwamen, dan werden ze ook als het ware een beetje geholpen. We hebben altijd een huismeester gehad in het complex, die ontving die mensen. Hij hielp ze als ze met vragen zaten. Daar ontstond zo een relatie tussen de corporatie en de bewoners. Als ik het goed begrijp, viel de organisatie van de ruimte vanaf het begin eigenlijk samen met een sociaal principe. En is er in de tussentijd wel een bepaalde frictie ontstaan tussen de sociale structuur en de formele structuur. Het heeft ermee te maken dat de corporaties natuurlijk veranderd zijn. De corporaties zijn geprivatiseerd en daar zijn de problemen begonnen, waardoor de menselijkheid, het contact met de huurder, steeds meer is verdwenen. Zo ook voor de jeugd, voor de jongens die overal hangen. Waar kunnen ze nog iets? Er is geen buurthuis meer, er is niks. Ik denk zelfs dat de woningcorporaties die nu bezig zijn met deze plekken, dat die eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in het oplossen van de problemen, maar meer in hoe kunnen we geld verdienen. Ze blazen ook de problemen heel erg op. Kijk, er zijn nu dus de groepjes hangjongeren, die had je 15 jaar geleden ook, en die reden ook op een poeg door de straten. En daar spraken ook een hoop mensen schande van. En dit misbruiken ze nu. Als je dat voortdurend benadrukt, dan gaan mensen op een gegeven moment denken, dat is waar. Als je voortdurend benadrukt, nou, het is hier zo smerig omdat het niet afgesloten is, dan is er in no time een behoorlijk grote groep bewoners die dat gelooft. Zo worden de dingen gemanipuleerd en gestuurd en het is buitengewoon moeilijk om daar op een goede manier verweer tegen te voeren. Wat je volgens mij ook heel vaak ziet, is dat ze dus inderdaad proberen er koopwoningen van te maken. Dat ze uitgaan van dat als iets van jou is, je ervoor gaat zorgen. Dat wordt volgens mij heel veel toegepast. Ook in Emmen. Daar is een prachtige vroeg naoorlogse wijk waar huizen zijn verkocht. Eensgezinswoningen. Veel makkelijker dan dit. Maar de mensen daar, die zijn toch heel arm. Dus na 10 jaar, dan wil je niet weten wat je daar ziet aan zelftimmerwerken. En dat betekent, bovendien is het daar ook zo'n krimpgebied, dat de waarde van het vastgoed daalt. Dat mensen dus in een soort neerwaartse spiraal zitten met hun eigen woning. Je hebt dus niet meer een corporatie die het op kan vangen en die iets kan doen. En daar wordt nu nagedacht of die corporatie niet die woningen weer terug moet gaan kopen. Want die heeft daar nog allerlei dingen doorheen staan dat dus ook in waarde daalt. Dat is even over eigendom als middel om. Dat is hier ook gebeurd met het groen.
Op een gegeven moment heeft het stadsdeel de bewoners op de begane grond een stukje van het gemeenschappelijk groen in bruikleen gegeven. Dan mocht je daar plantjes neer gaan zetten. Je mocht 3 meter adopteren. Toen kwamen er allemaal grote schuttingen. Dus dat hebben ze nadien weer teruggedraaid. Nu mag je alleen maar een stadstuintje maken. 1 meter en dat wordt gedoogd. Dat is net iets anders, die geveltuintjes. Dat werkt als overgang. Dat maakt die overgang tussen openbaar en privé nog zachter. Dat groen, die hoven, die zijn in beheer bij de gemeente? Dat klopt. De enige grond die de woningcorporatie heeft is de strookgrond die onder dit gebouw ligt. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant is het openbaar gebied. Die hoven zijn dus eigendom van de gemeente. Dus die grote hoeveelheid zwerfafval die je ziet, dat is dus allemaal een kwestie van de gemeente? Daar heeft de corporatie niks mee te maken? In dit soort wijken, naoorlogse wijken uit de jaren 50, 60, spelen altijd 2 zaken. Het onderhoud en de openbare ruimte binnen een context van gemeentes die eigenlijk hun openbare ruimte terug willen dringen. Hier speelt dat dubbel, want hier is echt alles openbaar. Dus er ligt een grote opgave voor de gemeente, ook financieel, om dit allemaal te onderhouden. Voor buitenstaanders die het complex niet kennen, is er nog iets anders. Ik verdwaal hier altijd. Ja, dat is een probleem. Toen ik met de auto kwam, ben ik wel 3 keer verkeerd gereden. En nu ben ik met de bus gekomen en moest ik het kaartje er echt bij halen. Die anonimiteit en die vlakke gevel zorgen er ook voor dat je, voor je het weet, bij de verkeerde hoek staat. Ook deze desoriëntatie die van anonimiteit uitgaat, is wel een onderdeel van de ordening. Ik ben het met u eens, die markering zou veel beter moeten zijn. Je lost het op door vaker te komen. Nee, er zouden inderdaad verkeerspalen moeten staan met namen erop van waar je bent. En dat is nu alleen tegen de gevel aangeplakt, waar het bovendien vol met spinnenraggen zit. Je hebt ook tunnels met een bepaalde kleur. Ja, maar die zijn ook helemaal vies. Ik liep een keer 's avonds laat naar huis en ik dacht, oh, dat hebben ze gerepareerd, dat kleine stukje stoep, wat fijn. En ik ga naar boven en ik denk, ah, wat hebben de buren veel planten buiten gezet in 1 nacht. En ik stond voor de deur en ik dacht, oh, dat is niet mijn deur. Dat is wel een hele rare ervaring. Ja, kan ik me voorstellen, maar het gebeurt maar 1 keer hoor. Het punt is natuurlijk, omdat het beheer en de eigendomsgrenzen langs de slingers zijn gelegd, gaat hoe je die hoven invult uitmaken. Of je zegt, ik moet bij de school rechtsaf, of ik moet bij de parkeerplaats rechtsaf. Maar als de gemeente zelf niet dat probleem van die moeilijke oriëntatie als een probleem ziet en naar een oplossing zoekt en elk hof vergelijkbaar aanpakt, dan ja. Wat ik nog wil vragen, is er nou zoiets als een auteursrecht van een gebouw? Dat is een glibberig pad. In feite heeft de opdrachtgever het hier netjes gedaan. Ze zijn voor de renovatie naar het oude bureau van Van Gogh gegaan. Maar het is ook ontzettend belangrijk of je gevoel hebt bij zo'n complex of niet. Veel architectuur uit de jaren 50 en 60 vinden mensen lelijk. Dus als iemand dan zegt, we gaan dat vrolijk opschilderen, dan zijn er heel weinig mensen die zeggen, oh, maar tast je dan niet de ziel van dat werk aan? Je zag het al in de periode dat die onderste kolommen van het complex in een andere kleur geschilderd waren, dan zakt het hele beeld in elkaar. Iemand denkt in zijn naïviteit, ik ga het opvrolijken, maar dat is eigenlijk het begin van het einde, want de waardigheid van dat ontwerp, van die formele structuur, wordt als het ware aangetast, omdat opeens die onderkant, die eigenlijk als een soort portico dat hele gebouw draagt, niets meer te maken heeft met de bovenkant. Ik denk dat je bij de renovatie van een bijzonder complex als dit eigenlijk 2 keuzes hebt. Je kunt telkens stappen verder weggaan, zoals nu gebeurt, maar je kunt ook de waarde van dit concept als uitgangspunt nemen en dan moet je bedenken welke maatregelen je binnen dat kader zou kunnen nemen die het sterker maken.